partner van TVL Sport Arena is Decathlon Kerkrade. Hartelijk welkom bij de Sport Arena met vandaag keeper van Rode JC, Matheus Proes. We hebben een tijdstrappers, gaan we toch naar het voetbal. We gaan naar Rode JC dat morgen de hele belangrijke wedstrijd speelt tegen FC Groningen. Keeper bij Rode JC, meestal op de bank, is Matheus Proes. Matheus, welkom. Applaus voor Matheus. Ja. Jouw contract bij Roda loopt af, wordt niet verlengd. Ik wil eigenlijk beginnen met, hoe kijk jij terug op je periode bij Rode JC? En ik zeg er even voor de kijkers bij, Matheus, praat een beetje Nederlands. Als het te moeilijk wordt, schakelen we naar Engels. Ik ben in Roda 4 jaar geweest. Dat denk ik is lange tijd voor een jonge voetballer. En er waren betere momenten, zoals mijn eerste jaar. Wanneer ik ben vervanger van Titon. Ja. Denk ik was goed tijd. Ook de tweede seizoen was goed. Derde seizoen was... Ja, ook denk ik goed, maar deze jaar is minder, ik ben minder tevreden van deze jaar. Ik heb geen wedstrijd gespeeld, omdat de eerste keeper was hele seizoen gezond. Ja, Filip Korte. Ja, Filip. Denk ik, waren goede momentjes, slechte momentjes, maar ik ben tevreden van de tijd hier. Ik heb veel geleerd en denk ik... Ik heb ook veel ervaring gekregen. Je was 20 toen je volgens mij toen je bij Roda kwam, als ik het goed heb. Ja, nou 24? Na 24. Dat is heel jong voor een keeper. Als je ook kijkt naar Filip, die nou eerste keeper is ook nog heel jong. Ik geloof 2 of 23. Ja, 23, ja. Roda heeft hele jonge buitenlandse keepers gehaald. Krijgen die ook genoeg tijd om te wennen? Soms misschien... kon iets beter voor mij ging, maar ja, is ook belangrijk wat trainer denkt over keepers en enkele beslissing denk ik misschien kon anders zijn, maar ik altijd moest accepteren alles en ik ben altijd belangrijk denk ik part van de ploeg, maar niet altijd ging. Je zegt niet. Vooral dit seizoen, dat geldt trouwens niet alleen voor jou, dat geldt ook voor Courtois. Als ik zeg dat het vertrouwen van Ruud Brood, die toen trainer was, naar jullie toe, was minimaal. Dit was een beetje de tijd wanneer was trainer Brood. Deze tijd was mij een beetje moeilijk. Denk ik niet alles was duidelijk. En een beetje deze wat... voor ik trainer gaat met mij om, was een beetje, kon beter zijn. Kon beter. Dit is voetbal. Dit kan gebeuren. Voetbal is één, is show. En tweede is ook helden. Helden en financiële dingetjes en alles. Ik moest accepteren. Je bent nog jong, hele carrière nog voor je. Ik vind het wel typisch. Goh, dat is wel echt een club geweest van Poolse keepers. We hadden Bolesta, Titon, dus Kiszek en nou jij en Courto bij Roda. Is toch typisch? Ja, het is een beetje een bijzondere situatie in Europa, denk ik. Nergens clubs hebben hadden zoveel Poolse keepers. Misschien nu in Arsenal Londen is de stad 2 keepers, maar ik weet niet. Ik weet niet waarom. Ik heb nog met Tomek Iwan gevoetbald bij Rode JC. We hadden daarna nog Kaspersky. Ja. Maar volgens mij... Ik helemaal weet niet waarom. Maar hoe gaat dat dan? Word je dan door een zaakwaarnemer aangeboden bij Roda? In contact? Heeft Roda goede contacten in Polen? Denk ik niet. Normaal mensen die normaal zitten in club... altijd vervangen. Zo is niet dat dezelfde mensen zitten in club en altijd hebben dezelfde contacten. Ik weet niet, misschien scouts. Maar hoe ben jij bij Roda terechtgekomen?
In mijn situatie was dat ik heb hetzelfde agent zoals Titon. Ja. So, eerste was video sturen naar Nederland, omdat ja. ik heb in nationale ploeg gespeeld onder 15, 16, 19, 20 en 21. So, was sturen video en dan ik kwam naar stage naar Roda, denk ik, 10 dagen. Stage, en na de 3 dagen mensen in Roda besloten dat ik zal contract krijgen hier. En ook was alleen één conditie dat ik ze willen mij in een wedstrijd zien. Ja. So, ze kwam naar Polen, wedstrijd scout wedstrijd gezien. En alles ging goed. En ik word Roda speler in deze manier. Dat is 4 jaar geleden. Ja. Dat is nou... dat is 4 jaar geleden. Ja. Dat is nou bijna afgelopen. Toch is de belangrijkste fase van het seizoen voor Roda breekt nou aan. Ik bedoel, ja, het is 1:01, figuurlijk gesproken. Maar de 3 keepers van Roda, die weten al dat ze volgend jaar niet meer bij Roda keepen. Ja, ja. Dat lijkt me best wel raar in deze situatie waar Roda nou zit. Want morgen moet er gewonnen worden voor Groningen om nog kans te houden op Eredivisie. Ja, het is de belangrijkste tijd, denk ik. We moeten strijden vechten in de laatste minuten. En we moeten onze hoofd, mag niet ooit iemand blijven in Roda, zal blijven in Roda of niet. Maar stel dat jij niet belangrijk in dit moment. Jij morgen moet invallen. Hè? Ik hoop het niet voor Filip. Maar er gebeurt iets met Filip, blessure of rode kaart. Ja, jij bent er klaar voor? Ja, ik ben helemaal klaar. Ja, dit is deze wat buiten gebeuren normaal. Buiten voetballen, met contracten, met leven, is apart. Ja. En voetbal, dit is het belangrijkste. En denk ik, als je bent pro, je moet je concentreren alleen op één doel. Op goed wedstrijd spelen. En na de wedstrijd, als je gaat naar de spiegel en je vraagt jezelf, heb je alles gedaan? Je moet altijd zeggen dat, ja, ik heb alles gedaan. En je moet dat vind jij heel belangrijk, hè? Ja. 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 Want jij hebt ook heel veel zelfkritiek. Ja, ik heb veel zelfkritiek altijd. Denk ik, is belangrijk. Dan je kan lezen op je foutjes. Weet je. Je kan iets opbouwen op je foutjes. Kennen de mensen bij Roda, of kennen de mensen in Limburg, de echte Matthäus Proes? De persoon? Bedoel je? Weet iedereen dat er achter de keeper nog een mens is met een, ja, dat kan ik dan zeggen, met een groot hart? Denk ik. Mensen eerst kijken op ons, op voetballers, bij voetballen en alles. Ja. Ja, ik weet niet. Misschien enkele mensen weten iets meer. Want voor de duidelijkheid, je bent profvoetballer. Je hebt het redelijk goed, lijkt het zo. Maar jij wil ook voor het thuisfront. Je hebt een stichting opgericht die voor een weeshuis, maar ook ziekenhuizen, kerstcadeaus brengt in Polen. Zeg ik dat goed? Ja. Deze jaar is meer zichtbaar, omdat ik besloten het iets meer laten zien tegen mensen. Niet alleen alles gouden in de club, maar dit is niet alleen kerstdagen. Ik en mijn vrienden, we werken bijna het hele jaar. Is niet alleen kerstdagen, is minimum 2-3 keer per jaar met grotere actie. Ja. Maar op alleen actie, we hebben veel geld nodig. Ja, de stichting, we hebben net Thijs Trappers gehad, maar ook jouw stichting zamelt geld in. En dat doe je zelfs, volgens mij doet Titon ook nog ieder jaar letterlijk een duit in het zakje. Ja, Titon is ook zoals gezicht van onze acties en alles. Ja. En is op dit moment echt groot woord. Is niet alleen orphanages. Wezen. Weeshuizen. Maar ook ziekenhuizen, ook individuele personen die iets nodig hebben, bijvoorbeeld kamer aanpassen naar de revalidatie van kanker of iets, weet je ook. Of andere bijzondere situaties. We proberen helpen niet alleen in één richting, maar... Waarom doe je dat? Dit is een beetje een lange story. Het komt van... als ik ben jong...
ik heb moeilijke situaties, levenssituaties. En, bij jezelf? Ja, ja. En ik ook was 15 jaar als ik wegging van mijn thuis. Yeah. Ik ben alleen 15 en ik kwam naar een echt moeilijke plaats, de voetbalschool, waar ik heb niet verwacht dat mensen kunnen. Zeg het in Engels als het te moeilijk wordt. Ja, ja. When I was very young, I came to the football school and I didn't expect it what I saw there. I wasn't totally prepared and there was a very difficult life there because I make busy place from someone who play on my position. And there was like, in Netherlands, you call it pester. Yeah. And that was a very difficult time and I was there 2 years. And then and in this time also happened, there was prediction of one of illness, very bad illness, but everything finished good, but was very... They predicted illness to yeah. you? Yeah, yeah, there was a prediction of very difficult illness. Yeah, I translate. Hij zegt, hij komt op de voetbalschool en hij werd daar heel snel gepest voor iemand die dezelfde positie had. En dat pesten, dat was flink. En in diezelfde 2 jaar kreeg hij ook diagnose dat hij heel ernstig ziek was, maar dat viel achteraf. Viel dat goed uit, dat viel mee. En that's the reason why you had the feeling and you had to do something. There was also many other things. It's yeah, this time for me was very difficult, but show me the way that in life is more about giving than trying to get something. And I try to continue. And now when I gonna leave Roda, I just want to know that this time was good, not only for me, but I could help as much as was possible also to another people. So that's why I do something and I try to continue, I try to develop. Yeah. Because I see it's good and we can make it bigger. I try to translate it. Hij zegt, leven is niet alleen maar nemen, het bestaat ook uit geven. En daar ben ik me van bewust. En daarom alleen al ben ik dankbaar voor 4 jaar Roda. Want dankzij Roda heb ik ook veel kunnen geven. Heb ik het een beetje goed vertaald? Ja, denk ik is goed. ja, ik weet dan, ik ga toch even terug naar ik wist dan van die kerstcadeaus in die weeshuis en het ziekenhuis. Jullie gaan ze zelf brengen. Dat vond ik al top. En dan gaat je gitaar gaat mee, want het is niet alleen brengen. Het is ook entertainment dan. Jullie proberen er ook een feestje voor die kinderen van te maken. Ja, is ook als we zijn in weeshuizen, is ook altijd ooit spreken met bekende personen die zijn bekend in een regio. Of niet alleen in regio, zoals Tito of andere voetballers. Zo is voor jongens, voor kinderen is denk ik echt mooi. Maar ook... ja, zijn instrumenten, ook zijn zo enkele zingers. En ja, veel gebeuren is ook altijd. We proberen veel praten met hun en misschien ontwikkelen passions of ambities. En ja, in deze acties veel gebeuren. Is niet alleen dat we willen cadeautjes geven en weggaan. Ja. Of iets. Dat vind ik juist zo mooi, want cadeautjes kun je laten brengen bijvoorbeeld. Ja, ja. Jullie gaan zelf en jullie willen meer bereiken dan alleen. Ja, maar het is ook dat we kunnen zeggen over onze situatie, hoe we voetballers worden. Eigenlijk als je hart volgt en ervoor gaat dat je iets kan worden. Dat ja, wil je. Ja, ja, deze precies. Ja, ja. Ja. Het is ook laten zien direction. Ja. Also. Omdat these children normally they sit in very difficult environment, yeah. And it's very very easy for them to just lose away. Ja, hij zegt, kinderen in moeilijke situatie proberen ze toch een beetje richting te geven door ze te zeggen dat als ze de passie volgen en door de discipline voorop kunnen brengen dat ze echt wat kunnen bereiken, want zij zijn het voorbeeld daarvan als de profvoetballers. Laatste vraag. Matthäus, toch even terug naar Roda, want ik vind het prachtig wat je allemaal gedaan hebt. Maar je gaat nou weg. Weet je al wat je gaat doen? Hè? Heb je al nieuwe contacten, nieuwe club?
Ja, ik, mijn agent praat met enkele clubs in 2-3 landen. Zo, we zullen zien. Ook in Nederland? Dit moment niet in Nederland. Oké. Okay. Ik wens jou in ieder geval heel veel succes. In eerste instantie met een goede afsluiting van het seizoen bij Rode JC. Laten we het hopen. Succes morgen tegen Groningen. Ja. Geef hem een groot applaus. Matheus, proost!